Hey Plucky Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 19 No Man's Land. We zijn weer teruggekeerd, ja hoor, met No Man's Land. Hey, vorige week hebben we natuurlijk koeien gekocht en nou ja, het is natuurlijk wel zo, de koeien moeten we wel eventjes een beetje aanpassen, want zoals hier vliegjes in de lucht. Waarschijnlijk waarom je het eten niet in de voerbak ziet, zal waarschijnlijk zijn omdat we nog niet genoeg eten erin hebben, want als je kijkt... Kijk, ze hebben maar een klein beetje eten, dus we moeten hier gewoon meer eten in doen en dan komt dat in de bak. Dit moeten we dan een keertje verhogen, dat is wel eventjes een dingetje. En dan moeten we even kijken hoe we hier het beste bij kunnen. Wat trouwens wel een idee is, want dat was een reactie een comment in de reacties, jezus. Dat er een voermengwagen was voor 9000 euro van Mammoet. Dat was deze, 9500 euro, ik weet niet meer precies wie dat zei, dankjewel daarvoor. Ik zei, als je naar de motto kijkt, zie je wel een voemingwagen. Nou, dit is een mooi kleine voemingwagen. Daar gaat 6000 liter in. Is niet heel veel, want één... ik bedenk me nu trouwens, want één baal is al 4000 liter. Dat is een beetje lastig. En anders hebben we ook nog de Fertimix. Daar gaat 24.000 liter in. Dus moeten we even gaan kijken. Wat vandaag dus de bedoeling is... Nou, we hebben hier natuurlijk allemaal stro. En dit stro moeten we natuurlijk ook gaan... persen, dat veld moet gemaaid of ingezaaid worden en we moeten ook gras maaien. Dus wat wij vandaag gaan doen is allereerst dat veld inzaaien. Dan wil ik dit veld gaan persen. En dan denk ik dat we morgen dat we gaan maaien. Ik wil het wel even andersom doen. Want de Nieuw-Holland heeft natuurlijk meer pk als de vent. En omdat we de balenpers gaan gebruiken, wil ik een iets grotere... trekker hebben met iets meer pk. Ja, ik had gevraagd ook wat hier eventueel in moest komen. Nou, mensen die zeiden, ja, je kunt de suikerbieten erin doen. Je kunt katoen en zo in doen. Nee, dat doen we allemaal niet. Ik denk dat we voorlopig eventjes bij sojabonen blijven. Ik denk dat we daar mee beginnen. Want voor mij hebben we dit veld ook al ingezuimd met sojabonen, dat klopt. En als we dan nog een veld met sojabonen hebben, dan hebben we toch weer een klein beetje extra veel geld. En dat is natuurlijk super top. Goed, dan moeten we weer even de boel aanzetten. Ho is. Wat gebeurt er nou allemaal, hè? Ik druk op de verkeerde knop. Die route genereren. Oh, moet ik wel de goede doen. Waarom? Wat is er met de trekker aan de hand? Nou ja. Omtrek F1. Route genereren. Buitenrand doen maar twee keer. Met de klok mee genereer veldroute. Mooi. Eerste markering. Hoop ik dat hij het kan. Het is natuurlijk wel een beetje zwaar. Hopelijk redt hij het. Dan kunnen wij namelijk de Nieuw-Holland meenemen. Voor de balenpers. En dan kunnen wij in ieder geval dat stro gaan persen. We kunnen natuurlijk een deel van het stro kunnen we gaan verkopen. En een deel moeten we bewaren voor de koeien. Voor compleet gemengd rantsoen. En natuurlijk voor beddingen. Want het is natuurlijk wel gratis mest wat ze produceren voor de kas. En dat is natuurlijk wel super fijn. Dan moeten we alleen nog een voemingwagen hebben. En die hebben we momenteel niet. Kijk, en die 6000 liter kan... Maar dat gaat maar 6000 liter. Dus één baal en een klein beetje van de helft. Dus dat is een beetje lastig. Wat we trouwens wel kunnen doen. Dat is goed, dat hebben we nog een opraapwagen, toch? Als we nou allereerst eventjes het stro gaan oprapen. Om in de trailer te gooien. Of in de stal. Dan gaan we de rest gaan we persen. Want dan hebben we in ieder geval de koeien. Hebben in ieder geval stro. En dan kunnen ze in ieder geval mest produceren. Ik denk dat we dat allereerst gaan doen. En daarna gaan we persen. Want ik wil natuurlijk nog wat silage verkopen. Nou weer, hoe ze oponthoudt. Oh ja, die schuur die staat natuurlijk in de weg. Dat klopt toch. Dus eigenlijk heeft het normaal geen zin om dit te doen. Eigenlijk moeten we het zelf doen. Dat is wel lastig. Ja, of we moeten de normale helpen doen. Dat kan op zich ook wel. Maar dan doe ik hier eerst even de kophakkers en aan die kant ook. Eén of twee keer. Maar dan is in ieder geval... dan kan hij in ieder geval netjes draaien. Zo. Nu wordt het nog een keer. Twee keer. Is dat wel, is twee keer genoeg? Of zullen we drie keer doen?
ja, die Saipzin is te zwaar voor de trekker eigenlijk. Het kan allemaal net. Zo, nou, zondag is natuurlijk de fietsvlog online gekomen. Vandaag was het hartstikke mooi weer, want het is vandaag dinsdag. Was hartstikke mooi weer. Vanmiddag gaan we ook vissen. En we gaan ook nieuw voer proberen. En daar ga ik ook weer een vlog van maken. Eens even kijken of dat voer een beetje wil. Daar ben ik wel echt benieuwd naar. Het schijnt goed te werken. Het is gewoon uit de supermarkt. Kun je dat gewoon met elkaar mengen. En dan gaan we eens even kijken of dat eigenlijk wil. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, check binnenkort de nieuwe visvlog. Dat wil ik ook wat vaker gaan doen, een visvlog. Even kijken, hij doet toch niet kopen, hè? Nee, alles staat wel uit. Top. Dan hoop ik dat hij het wel kan. Dan gaan we zelf zien. Dan gaan we nu eerst even één volle trailer. Ja, één volle. Ik denk dat dat het makkelijkste is. En dan gooien we de rest gooien we wel naast. Dan kunnen we zo met de shovel bijvullen als nodig is. Of we laten de trailer natuurlijk daar staan. Dat kan natuurlijk ook. We kunnen het ook gewoon in de trailer laten. Gaan we eerst het stro oprapen. Totdat de wagen vol is. Dan kunnen we in ieder geval de koeien vast bijvullen met mest. Is natuurlijk en gratis mest. En natuurlijk voor het veld. Ja, voor het grootste gedeelte zou het waarschijnlijk voor de kas worden gebruikt. En dan gaan we persen en die balen die gaan we deels verkopen en deels behouden. Want we hebben natuurlijk nog een aantal strobalen in de strooschuur waar de kunstmeststrooien en de kalkstrooi staan. Er staan nog twee of drie balen staan er, geloof ik. Dan gaat het helemaal goed komen. Maar dit veld is ook niet zo heel groot hoor. Dat veld aan de linkerkant is groot hè. En ja, misschien kunnen we dan, als we het volgende doel is, dan misschien een nieuw stuk land erbij kopen. Want dat is natuurlijk ook altijd wel handig. Of misschien een wat grotere maaiers. Dat is natuurlijk ook wel prettig, want we hebben nu best wel kleine maaiers. Misschien dat dat wel de volgende investering wordt. Nieuwe maaiers, een triple maaier bijvoorbeeld. Dat kan allemaal, hè. Zo, 15.000 liter aan stro. Wat is de stro trigger? Hier denk ik. Of is dit een mest trigger? Ik denk dat we die gewoon bij het eten moeten gooien. Denk ik. Ja, maar die koeien die vliegen, dan gaan we binnenkort, gaan we daar, als we een beetje geld hebben, dan gaan we het terrein editen. Want het ziet er natuurlijk niet uit. En ik heb hem eigenlijk verkeerd omgezet. De max om 10 dagen te voeren. We hebben ze toch nog geen stro gegeven? Er staat stro pellets. Kunnen ze niet gewoon stro geven, jawel toch? Waar moeten wij dat mest of dat stro gooien? Nou moet ik er even doorheen rijden, jongens. Sorry, ik rijd door de koeien heen, ik weet het. Ah, kijk. We moeten gewoon hieronder zitten. Kan best zijn dat ze heel veel stro aannemen, hè? Dat we nog een keertje moeten. Nee, nou, top. Dat ken allemaal net. Mooi, dan zetten we de stro zetten we gewoon hiernaast. Kijk, dan hebben ze in ieder geval stro. Hoppakee. We hebben nog geen problemen gehad volgens mij met de helpen. Dat is ook fijn. En dan gaan we even balen persen. Want eigenlijk moeten we ook gras hebben. Ja, ze hebben voorlopig nog even gras. Dus morgen gaan we maaien. En dan krijgen de koeien ook eten. En dan kunnen we eigenlijk kunnen compleet gemengd rantsoen maken. Dus dat is wel fijn.
Maar ik zit alweer 10 minuten achter elkaar aan te lullen. Dus ik zou zeggen, geniet even van de timelapse. Ik maak best wel een timelapse als we snel gaan persen. Let's stay up all night. Give our hearts a new beginning. When we fell in love, every second, every minute, we were high on life. Didn't waste our time, didn't sleep as much as now. Let's stay up all Nou, de vent is klaar. Ik heb de ploeg alvast klaar, zo op het andere veld. De persen is ook klaar. Dan moeten we die baal even opruimen. En dan kan dit veld ook gaan groeien. Dan moet het ook even bemest worden. Dan kan dit veld alvast groeien. Dan kunnen we die baal opruimen. Die leggen we ook bij de andere balen neer. Dat moet natuurlijk niet scheef gaan. En dan kan het grote veld wat we net hebben gedaan, kan geploegd worden. En dan kunnen wij langzamerhand ook het silage even deels verkopen. Niet alles hoor, deels. Dan hebben we in ieder geval toch weer een kleine cashboost hebben. We hebben natuurlijk net weer 1000 euro gekregen van de placeables. Uurtjes voorbij. Dan gaat het helemaal goed komen. Nou ja, en natuurlijk een nieuwe saaimachine moeten we nog hebben. Dus ik denk dat het nieuwe stuk land voorlopig nog niet aan de orde is. Denk ik zelf. Zo. Ik denk dat het makkelijker is om eerst even onze spullen wat groter te doen. De zaaimachine en de maaier. Dus misschien dat we morgen, dat ik morgen al een maaier heb gevonden. Ik weet niet of ik toevallig maaiers heb. Ja, kijk, deze. Zijn dat die? Nee, dat zijn van de Alpine Farm DLC. Nee, dan moet, heb ik die andere niet geïnstalleerd? Nee, dan moet ik die even installeren. Of even aanvinken. Maar er zijn van die, hoe heet het? Er zijn van die maaiers met de banden achterop. Dus als we alleen gras nodig hebben bijvoorbeeld, dan kunnen we direct in zwaarden maaien, weet je wel. Die heb ik ook nog ergens liggen, als het goed is. En de frontmaaier die is al van Puttingen, dus dat is helemaal top. En de match staat mooi met elkaar. Toch? Is de frontmaaier van Puttingen? Volgens mij wel. Dus dan moet ik die even accepteren. Dat zou ik zo meteen direct even doen, want anders vergeet ik dat weer. Voor morgen. En misschien als we net genoeg geld hebben, dat wij dan toch wel alvast die nieuwe maaiers kunnen aanschaffen. Want ik denk dat de Nieuw-Holland het wel aan kan. Qua pk's hoop ik in ieder geval. Met de heuvels zou die het wel best wel moeilijk hebben. Maar ja, het grote stuk wat daar langs loopt is gewoon één groot rechtstuk. Ja, dan wil het wel. Dat is natuurlijk nog niet zo heel erg. Zo. Nou, laatste stukje. Dan ruimen we eerst even die balen op. En dan kunnen we dit even bemesten. Want dan kan de Nieuw-Holland ook aan de gang. En ze zijn we multifunctioneel bezig. Nou, ik heb eventjes alles een beetje opgeruimd aan deze kant. Ik heb die hier neergezet. De kalk. Doors, die kunnen we hier nog wel even laten. Maar ik wil eigenlijk de balen wil ik hier neerzetten. Hier zo de stroobalen mooi langs de rand. En mochten wij straks grasbalen of hooibalen hebben. Die wil ik dan eigenlijk aan deze kant hebben. Dan moeten deze ook maar naar die kant. Want hier kunnen we namelijk mooi alle balen kunnen we hier allemaal mooi kwijt. En dan kunnen we er altijd één of twee pakken met de zolven als we het nodig hebben. Voor het eten of iets. Ze hoeven er niet heel netjes natuurlijk te staan, maar 4 hoog lijkt mij toch wel voldoende. Er zijn best veel balen hoor, wat we hebben geperst. En ze zijn ook 6000 per stuk. Dus we hebben voorlopig hebben we genoeg stro. En als we denken van, moeten we nog meer stro hebben? Of
Hebben we genoeg stro? Hebben we te veel stro? Dan kunnen we het altijd nog gaan verkopen als nodig is. Maar ik weet niet natuurlijk. We moeten eerst even ook een voedingswagen hebben. Ik denk dat dat eerst de volgende wordt. Maar als we namelijk dat dat silage verkopen. Dan zit even te denken, is dat handig om met een bandje te doen? Maar ik denk dat het met een shovel sneller gaat. Alhoewel, als je er een bandje neerzet, is het natuurlijk wel... zet je hem eronder en dan wordt hij gewoon constant gevuld. En dan kunnen wij in de tussentijd even wat anders doen. Dus dat is natuurlijk wel een voordeel. Dus is het handig om een bandensysteem te doen? Ik denk het eigenlijk wel, want dit veld moet namelijk ook nog bemest worden. En dan kunnen we gewoon een trailer eronder laten. En dan is het klaar. Dus ik denk dat wij een bandensysteem even gaan aanschaffen. Ik hoop niet dat dat al te duur is. En dan verkopen we 2, 3, 4 bakken met silage. En hebben we, in principe hebben we wel genoeg. Dus dat gaan we even in. We gaan ze wel tweedehands kopen. Kijk, de sojabonen beginnen nu al te groeien. Oh jee, yeah. En ze zijn nog niet eens bemest. Oeps. Dat is niet zo handig. Nou ja. Vind ik ook zo stom, hè? Waarom nou eerst de linkerkant sneller groeien dan de rechterkant? Dat begrijp ik nog steeds niet. Dat is echt farming physics, zijn dat. Dat begrijp ik echt niet. Waarom moet dat stuk nou eerder groeien als dit? Ik weet niet, ik snap dat niet. Oké, even kijken. Hoe gaan we dat doen? Als we hier het bandensysteem plaatsen. Zijn die duur? 5000. Gaat 1000 euro vanaf, dan doen we die kopen. Ja, 38.000 is toch niet normaal. Maar welke hebben we eigenlijk nodig? Deze hebben we nodig, hè. 30.000 euro. Hoezo is dit zo mok duur? Die is 38.000 euro, dan hebben we deze naar de conveyor load. Waarom is een bandje fucking 38.000 euro, jongens? Daar hebben we geen geld voor. Kijk. Ja. Dat is lastig. We moeten eerst even repareren. Ja, nou dan moeten we eerst even met de shovel. Is ook niet zo heel erg. Vind ik alleen jammer. Waarom dat nou weer zo duur moet zijn. Nou. Pak hem de shovel en dan gaan we even silage inladen. Had ik net zo goed geen bandjes kunnen halen trouwens. Maar goed. Ik had eerst moeten kijken hoe duur het was. In plaats van daarna, en daarna kopen. Nou ja. Goed. Zo be it. Oh, we hebben nog premium potatoes, ja. Oh ja, die moet ook nog verkocht worden. Binnenkort. Daar hebben we ook nog wat van. Kijk, we hebben natuurlijk wel een voordeel. Deze bak die we hebben. Daar gaat natuurlijk 5000 liter per keer in. Dus dat is natuurlijk wel fijn. Maar dat heb ik toen zelf een keertje aangepast. Want hij was zelf 1500 of zo. En ik heb hem zelf verhoogd naar... naar 5000. Dus, maar ja, kijk. Ik heb Nieuw-Holland heb ik ook aangezet trouwens. Met ploegen. Maar het is natuurlijk wel aan de ene kant ook makkelijk. Dat gaat niet zo hard als dit natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel makkelijk. Je zet de trekker eronder en dan wordt vanzelf gevuld. En dan kunnen we in de tussentijd even wat anders doen. Maar ja, we hebben nu geen geld voor de andere transportband. Want die girl die gaat heus nog wel vaker vol. Hoeveel liter zit die eigenlijk nog in? Kan ik dat zien? Ja, 157.000 liter. Meer gaat er ook in. Tegen de 2 ton en dan is het klaar. Nou, dit is dus hopelijk het laatste mes wat we hier hebben. En dan kunnen we gewoon het mes van de koeien gebruiken. Dat zou natuurlijk top zijn. Want dat veel moet ook nog bemest worden. Oh, 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 oh. Dan gaat het toch allemaal laten, hè. Zullen we beginnen met 3 trailers? Hoeveel is dat? Zal ik even uitrekenen. Even kijken. We hebben 16.500 liter keer 3 is... 49.500 euro. 49.500 liter.
Nou, 49.500 liter maal, even kijken, 400. 49.500 maal 400. Dan verdienen we rond de 20.000 euro. Ja, dat is op zich nog wel mooi. Dan zitten we op 40.000 euro. Dan denk ik dat we ook wat die maaien kunnen kopen. Het is alleen een nadeel. Ja, we krijgen pas het geld aan het einde van de nacht. Of op middernacht. Dus we moeten wel eerst even wachten. Maar ja, hè, dat zien we dan wel. Zo. Maar het schiet mooi op met dit bakkie. Dan beginnen we even met 4 bakjes. Want volgens mij waren de eieren van de kippen zaten ook vol. Dus die wil ik straks ook nog eventjes verkopen. En dan moeten we wel genoeg geld hebben voor de maaien. Want ik weet niet hoe duur die is, omdat ik hem nog niet heb geactiveerd. Dus dat is een beetje lastig. En dit is de derde trailer wat ik doe. Ik doe hem nou niet helemaal vol hoor. 3 bakjes gaan erin en dan zit hij 90% vol de trailer. Dus daar ben ik wel tevreden mee. Die 10%. Als ik een halve bak heb ik weer leeg. Of vol. Dus ik gooi de 3 bakken in en dan zit hij op 90% vol. En dan gaan we even bij de kippen kijken. Maar volgens mij, wat ik net zag toen ik van de... Toen ik de Nieuw-Holland ging instellen voor Courseplay, zag ik dat die voor mij behoorlijk vol zat. De eieren. En nu zit die al 90% vol, of niet? Ja, kijk. En doen we hier nou nog 1 bakje, dan hebben we 4 bakjes verkocht. Ja. Dat vind ik voorlopig wel even genoeg. We moeten natuurlijk ook wat over hebben voor de koeien, hè. Dat is wel belangrijk. Ik ga ze eerst even zo doen. Huppakee. Zijn we deze even terug? Dan wil ik heel veel bij de kippen kijken of die daadwerkelijk vol zitten. En dan gaan we die eieren even verkopen. Dan wil ik eerst even dit gaan doen. Want dat groeit natuurlijk. En als je nog niet helemaal vol zit, kan er misschien nog net 1 doosje bij. Bij de kippies. Dus laten we eens even kijken. Er zijn 4 trailers verkocht. Hoe is het met de eieren? Maar het scheelt niet veel aan, hè? Zullen we ze maar... Ik denk dat we het gewoon lekker gaan verkopen. Even bij de schaapjes. Hi, schaapjes. Jullie moeten ook even geveegd worden. Moet alles wel netjes houden. Zo, top. Voor mij hebben we hier ook nog 1 doosje liggen. Ja, dus die kan soms ook meer. Dan kunnen de eieren meer. Wat is de prijs van de eieren toevallig? 1037, kijk, dat is goed werk. De eieren gaan natuurlijk nog niet zo heel hard, omdat we natuurlijk heel veel kippen hebben verkocht. Een stuk of 100 kippen hadden we verkocht. Zo. Kijk, de Fontma is al van Puttingen. Dus we gaan eerst even bemesten. Ik denk gewoon met kunstmest, dat is zo klaar. Dat nieuwe dichtgestaat is natuurlijk ook gemaakt. En dan als laatste doen we even de eieren verkopen. En dan vind ik het wel mooi geweest voor vandaag. Ga ik ook even opslaan, want straks loopt het hele zootje weer vast. Kan ik weer alles opnieuw doen. Kan er opnieuw gezaaid worden, geperst en zo. Nee, daar zit ik niet allemaal op te wachten. 136 liter, dat zal wel niet genoeg zijn. Met een lutje tieners ding dit. Ja, hij doet wel zijn werk. En daar gaat het om. Toch nog genoeg. We hebben wel patronen in het veld door de aardappels. Maar ja, als dit gehoord is, dan hoop ik dat die sporen weg zijn. Kijk, dit wordt helemaal niet bemest. Dat is zonde van de kunstmest. Mooi, dan kan deze terug. En dan kunnen we nou eventjes, als laatste eventjes de eieren verkopen. De trekker moet binnenkort ook even getankt worden. Dat hoeft nou nog niet. Alhoewel, laten we het maar wel doen. Dan zijn we er ook vanaf. Laten we eventjes ding bijvullen. Ik weet niet hoeveel er nog in zit. Dat is onze laatste zak namelijk. Ja, maar dat gaat met 330 liter in de ding, hè. Dus
Daar hebben we kalk. Is ook belangrijk. Deze kan hier staan. Mooi. Tijd voor de eieren. Ik weet niet hoeveel liter eieren we dan hebben. Maar het gaat helemaal goed komen. We rijden even naar de winkel en dan gaan we hem even tanken. Zometeen. Alhoewel, we kunnen nu ook wat tanken, hè. 1600 liter aan diesel hebben we nog in de tank zitten. Oh, dat is nog wel genoeg. Nou, onderweg naar de winkel heb ik de 3 eipellers meegenomen. En nog een wolpellen. Want er zijn nog een volle wolpellen. Het stond er nog. Dus ik dacht, nou, ik rijd er toch langs. Ik heb nog plek op de trailer. Dus ik neem hem gewoon mee. Zoals je kunt zien. Ik heb er gewoon opgegooid. Ook is het laatste eienboxje heb ik meegenomen. Maar ja, als we straks weer zijn, dan hebben we natuurlijk weer zo'n doosje. Er zit vrij weinig in. Maar ja, we hebben dus nu, krijgen we echt geld van 1000 liter wol. En geld van, ik weet niet hoeveel liter dat allemaal is. Ik denk dat we rond de 5.000-6.000 euro krijgen. Nou, misschien dat het een beetje optimistisch is, maar ik denk rond de 5.000 euro wat hier is. Nou, dan hebben we het over 25.000 euro. En dan zou de Nieuw-Holland zometeen ook wel een keertje klaar zijn. En hebben we weer mooi de dag gevuld. Dacht ik zo. Zo, maak maar los. En verkopen die hap. Hoppakee. Ja, 7.500 euro aan eieren en wol. Nou, ik ga kippenboer worden, dat kan ik je wel vertellen. Groot geld verdienen dat. Top! En nu weer terug. En hoe ver is de Nieuw-Holland? Oh, die is ook op het einde. Nou, top. Komt perfect uit. Nou, de Nieuw-Holland is ook klaar. Deze boxen kunnen we weer terug doen. Dan kunnen die weer gevuld worden. Met eieren. Top, 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 top. Deze dingen zijn wel echt super fijn, jongens. Want anders heb je allemaal die rare dozen natuurlijk, hè. Zo. Nou, de schapen die zijn. Die hebben geen wol meer. Die hebben natuurlijk de vorige keer ook heel veel verkocht. En ik denk dat we dan morgen komen we dan bij de volgende dag. Want dan we ook gaan maaien. Dan krijgen we ook het geld van de biogas. En dan hoop ik dat we die trippelmaaien kunnen kopen. Dan doen we de andere achtermaaien van Sipma doen we weg. En dan kopen we een grotere achtermaaien. Want de frontmaaien die is prima. Zo, even naar de Nieuw-Holland. Ja, die is ook klaar. Top, dan moet die trouwens kalk op of niet? Voor mij niet, hè? Ja, wel. Dang it. Mooi. Doen we dit weg en dan is het mooi geregeld voor vandaag. Top, 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 top. Dus dat is de bedoeling voor morgen. We gaan morgen een achtermaaien kopen. Misschien nog een extra bandje. Waarom rijd ik trouwens hierin? Een extra bandje en dan hebben we toch hartstikke mooi gehandeld vandaag. Jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van No Man's Land. Mocht je dit natuurlijk een leuke video bevonden, zou ik het super tof vinden als je dat zou belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video van No Man's Land. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support en tot de volgende keer. Kalm!